Schatjes, Jaren! Oh my god. Ik kan het niet zeggen. Het is geheim. We zitten nu in ronde 3. Dankjewel. Dit is Serge. Maar dit heet dus je love language. Hallo! Het is vrijdag namiddag. Wat een rare tijd is om een vlog te beginnen, maar doe gewoon. We zitten ook al op 4 wijn diep in het diner met mijn schatjes Kim en Nicole. Kunnen we? We kunnen! Ik ben gewoon een date waar we heel lekker aan het eten zijn en vooral ook drinken. Het ziet er echt heel lekker en Frans uit, jongen. Ik zie het. Nicole, let Huisman. Ik let zag niks. Oh, is dit een nieuw flesje? Ik zie trouble. 3 Madeleines, 2 meisjes. Nee hoor. Nicole wil geen Madeleines. We zitten nu in ronde 3. Dankjewel. Dit is Serge. We hebben avocado en madeleines. Dit is echt heel lekker. Het is koffie met vanille-ijs. Ik heb geen madeleines. Ik ben helemaal happy hiermee. En ik heb ook niet verteld dat ik vandaag wel 1 madeleine al op heb. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik heb lekker weer mijn make-up dagje. Ik heb wat juices gehaald. En ik ga nu bij Milan en Kirsten langs om even samen koffie te drinken. En vanavond viert Jordy zijn 31ste verjaardag. Holy shit, we're getting old bitches. Cheers! Kirsten, hè? Net had Kirsten een heel leuk spijkerjack aan wat ik aan haar had gegeven. Dacht ik, kan dat ik terugkrijgen. Heb ik ooit iets teruggekrijgd? Volgens mij één keer een t-shirt met een hele domme tekst erop waren. Heb ik lang nooit meer gezien. We zitten lekker koffie te drinken bij Coco. En het schijnt dat hier de beste koffie van Nederland wordt gemaakt. Top 2. We waren van plan naar de World Press foto tentoonstelling te gaan. Maar toen ging het regenen en gingen we even schuilen in het hoksten. Waar we wat bier gingen drinken en wijn. Toen waren we zo gaar en het was opeens al bijna dicht. Dit is echt zo'n dag waarin we niks hebben uitgevoerd. Het is nu al 6 uur. We hebben echt precies 0 dingen gedaan. Maar wel lekker gechilled. Nu gaan we even in een car to go'tje springen omdat het weer gaat regenen. Dan gaan we dingen bij Jordy ophalen. Dan gaan we Indonesisch eten halen. En dan lekker naar mij snel omkleden. En dan gaan we lezen, gamen en weer biertjes drinken of whatever. Voor Jordy's verjaardag die om 12 uur is. En dan morgen krijgt hij een cadeau. Ik kan het niet zeggen. Het is geheim. We gaan naar New York. Het stadje ligt er ook weer mooi bij. Een mooi schatje. Hij heeft nieuwe schoenen. Hij is helemaal blij. We zijn op weg naar Jordy's feest. Er wordt elk jaar een betere zanger. Ik doe mijn best. Ik ga lekker lezen, gamen. Jordy heeft iedereen pas 3 dagen geleden uitgenodigd. Dus niet iedereen is erbij. Niemand is erbij. Waarschijnlijk zijn het teams van 3 man. Maar dat is ook gezellig. Ik heb er wel zin in. Ik heb dit echt niet gedaan sinds ik 10 was en dit op mijn eigen kinderfeest deed. En toen was het ook vrij geweldig. Yay, goedemorgen! Mijn schatjes, Jaren! Goed, goed! We zijn gisteren gaan lezen, gamen en toen uit geweest. Oh, je rupje. En toen veel gedronken en nu is het echt al 12:30. Ben ik lekker verjaardagsontbijt aan het maken met kazantjes, vers stoetbrood, gekookte eitjes, bries, allemaal chocoladedingen. De bakspullen staan op z'n plek. Heerlijk. Pakken met groepsgesprek. Moet ik even rammelen, denk je? Ja, doe maar. We hebben net geborreld met Jordy's ouders en nu is het tijd voor onze staycation in het Pulitzer. Ik heb hier heel vaak gedraaid voor net 5 van Fashion Chick, maar nog nooit geslapen. Dus daar heb ik echt onwijs veel zin in. Zo'n fijne sfeer hier en alles is zo tot in de puntjes verzorgd en prachtige kamers. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze kamer eruit ziet. Zoveel coole kunst. Check dit lila bankje. Van lila velvet. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Dit zou ik wel in mijn huis willen. Een outfit of the day. Wow! Oh wow, we hebben hier gewoon een hele living room. Oh wat leuk! Ik zie dit nu pas. Oh wat leuk! Oh my god. Echt gestoord. Zo gaaf. Midden op de grachten. Wauw, alleen al deze gang is echt ongelooflijk. Wat? Hier is onze slaapkamer. Nee! Zo leuk. Oh my god. Al onze gezamenlijke foto's. Wat leuk. Nee joh. Lowlands? Oh wat leuk. Hoeveel tijd hebben ze hierin gestopt joh. Room tour. Ik vind deze kleur grijs dus heel mooi. Er zit een beetje blauw in. Echt prachtig. Ze hebben het hier ook overal op de deuren. Is echt heel prachtig. Vooral met die zwarte klinken. Dus links hebben we onze bedroom. De andere Lowlands. Andere Lowlands foto. Yeah. Oh ja! Oh, en hier zit onze badkamer dan aan vast. Let's have a look. En deze badkamer is dus ook echt life goals. Lekkere lavabo geurtjes. Een hele mooie spiegel. Een gerookte spiegelwand met daarop een spiegel. Dus die zit er niet in. Het is niet een onderdeel ervan, maar het komt er een beetje uit. Vind ik echt heel gaaf. Dit is ook iets wat een smaller muurtje, want dit is best een relatief klein wasbak-areaatje. Wat de ruimte meteen veel ruimer laat lijken. Dus dit had bij mij bijvoorbeeld ook super goed gestaan. Echt een goede tip. Een grote douche met een subway tile. Badkamers vind ik altijd een van de leukste dingen om te checken. Dit bed lijkt me ook zo lekker slapen. Wat zit hier dan weer? Kom je dan ook de badkamer binnen? Oh, een los toiletje. Oh, hier hebben ze het ook. Wat leuk. Past hier ook wel goed qua kleurenpalet. Ik heb mijn trenchcoat aan van Second Day. Waar ik me ook altijd wel chic in voel. En martelwerktuigen van schoenen van de Topshop die jullie net liet zien. Deze vrienden. Duik jij meteen die fles in? Nog niet. Hoe we ook de hele tijd denken. We gaan gezonder leven. We gaan gezonder leven. En overal hebben we toch redenen om champagne te gaan drinken. Macrons te eten. Macaron. Macarons. Macrons. Minister-presidenten. Emmanuel Macron. Suits you. Oh, mini stroopwafeltjes. Zo cute. Al onze foto's. Wat leuk, hé. We zijn lekker in chill-modus. In badjassen en slofjes. En we gaan misschien nog heel even naar buiten om op de grachten te lopen. En bijvoorbeeld nog even iets drinken. En misschien roomservice bestellen. Maar ook wel zin om gewoon te gaan douchen. En de hele nacht nieuwe Stranger Things seizoen te kijken. Ah. Oh ja, we hebben de champagne ook opengebroken. Wow, hoe lekker ziet dit er ook uit bij elkaar. Kleurpaletje gaande. Yay. Ja. Goedemorgen. Ik denk dat ik hier moet gaan wonen. Lekker slapen over 10. Dit is dus hoe het is als je aan de grachten woont. Ik kan me echt niks geweldigers bedenken. My god. Dit lekkere beestje. Hey. Altijd is dit zo'n minirok voor jou. Love it. Ik ben heel lekker ontbijt in de kamer. Roomservice. Wat zit er allemaal in? We hebben hier de... Oh, lekker pancakejes. Pannenkoekjes. Koffie. En hier dan een lekker omeletje. Mm. Ik sta nu bij mijn kantoor waar ik de rest van de dag heb gewerkt. Heel duf. Ik weet niet of het komt omdat het maandag is of omdat we het hele weekend de hele tijd een beetje hebben gedronken of gewoon random. Maar ik wilde eigenlijk gaan sporten, maar ik weet niet of ik daar nog zin in heb. als ik het nieuw betaal. Ik heb nog best wel veel werk liggen ook. Wat teksten die ik moet lezen voor Linda en wat andere dingen die ik af wil maken. Dus even kijken wat ik ga doen. Hey babes, het is nu 11:05 en ik ben net klaar met werken. Ik heb vanochtend natuurlijk ook een beetje rustig aan gedaan, dus dan ga ik nu even wat langer door. Maar ik moet nu wel echt stoppen. Ik heb dan vaak 's avonds weer zo'n opleving dat ik er nu helemaal in zit en zin heb om door te knallen. Maar morgen als om 7 uur de wekker gaat, weet ik dat dat geen goed idee was. Dus ik moet nu echt gaan slapen. Verder is mijn huis best wel netjes en ik zag dat Jordy... zo random dit... mijn elektrische tandenborstel in de opleider heeft gezet voordat we weggingen. Iets wat ik altijd vergeet. En dat vind ik dus zulke schattige dingen waarin iemand laat zien dat hij aan je denkt of met je meedenkt of iets voor je doet. Zo cute. Hij heeft ook net de afwas gedaan met mij op kantoor. Dat vind ik dan gewoon hele lieve, schattige dingen. Hij is ook echt zo'n type. Iemand die liefde laat zien door dingetjes voor je te doen. Ik ben dat minder. Ik ben... meer iemand die bijvoorbeeld bevestiging geeft of bevestiging zoekt door uit te spreken. En het is dus heel grappig, misschien heb ik dit al ooit verteld. Maar dit heet dus je love language. En het gaat er dus om dat verschillende mensen verschillende manieren hebben om liefde te willen ontvangen en liefde te uiten. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn fysiek contact, dat je iemand wil kussen of handvast wil houden in het openbaar. Maar ook dat je dingen zegt, dus lieve dingen of complimenten of iets aardigs of dat je van iemand houdt. Daar ben ik dus gevoelig voor. Quality time, dus dat je er echt bent voor elkaar en met elkaar en niet op je telefoon zit terwijl iemand iets vertelt bijvoorbeeld. Of dat je iets leuks voor de ander plant. Random acts of kindness, dus dat je kleine dingen doet. Bijvoorbeeld de een heeft het druk, dus de ander heeft gekookt of boodschappen gedaan, zulke dingen. Maar het kan dus dat je elkaar helemaal niet per se begrijpt daarin. Dus ik heb wel eens met Jordy gehad dat ik bijvoorbeeld dacht dat hij mij te weinig aandacht gaf. Omdat hij niet echt iets liefs zei. En dat hij juist zei, ja maar ik doe alles voor jou. En dat hij dus heel erg bezig was met lieve dingen doen. Terwijl ik daar veel minder op let, omdat het voor mij minder belangrijk is. Lang verhaal, maar vond ik heel grappig om ooit gedaan te hebben. Dat zijn random testjes. Nou, het is volgens mij 1 test of 1 theorie of zo van iemand die je gewoon gratis online kan doen. Dus best wel leuk als je ooit 10 minuten over hebt en je dit soort dingen interessant vindt. Hoe dan ook, ik zie jullie morgen weer. Linda, redactie! Wow, ik ben echt aan het glimmen. Wat gebeurt hier allemaal? Lekker mijn leeswerk. Met mappen voor het nummer dat uitkomt. Even denken. Ik ben het gewoon niet eens met deze HI. September? Volgens mij. Ja, eerste week september. 3 september geloof ik. De werkdag zit er bijna op. De kantoren zijn zo goed als leeg. De glim is volledig aanwezig. En ik ben met Suzanne selectie aan het maken. Kan jullie 1 beeld misschien een beetje laten zien al? Dit zegt niks, maar hoe lekker ziet het eruit. Zitten we lekker op de grond te schuiven. Ik heb net met Suzanne mee kunnen rijden naar Amsterdam. En ik sta nu op de Prinsengracht omdat ik naar een event ga van It's a Park. Een soort Q&A-achtig mode-account waar allerlei leuke influencers stijlvragen beantwoorden, waaronder Nicole en misschien ook wel ik in de toekomst. Dus daar ga ik nu naartoe. Hey guys, ik ben thuis. Het is nu iets over 11:30 en ik ben net klaar met werken. En ik ben nu deze mooie bloemen in een vaas aan het zetten die ik kreeg bij It's a Park. Ik was eigenlijk meteen gewoon met allemaal nieuwe mensen aan het kletsen en heb amper gefilmd. Soms denk je er dan gewoon niet aan van oeh, ik ben met iemand leuks aan het kletsen. Ik moet nu mijn vlogcamera aan hun gezicht duwen. Dus ik vind het heel irritant als ik dan nu niet heb gefilmd. Super dom. Maar zo gaat het leven dan gewoon soms. Ik heb heel leuk gekletst met een ontzettend tof meisje dat Simba heet. En hele mooie kleren in Ghana laat maken. En Nicole was er ook. En nog een andere leuke visagiste ontmoet. En de mensen van It's a Park zelf. Dus leuke, inspirerende jonge vrouwen die allemaal hun eigen ding doen. Dus dat was een goede vibe. Toen ben ik thuis een interview gaan voorbereiden dat ik morgen heb. In LINDA.meiden, waar ik natuurlijk hoofdredacteur van ben, vind ik het heel belangrijk dat we verschillende jonge vrouwen over allerlei type werk en carrière en goals aan het woord laten. Ook meiden die niet in de spotlight staan, maar juist achter de schermen hele toffe dingen doen. Dus ik dacht, hoe leuk als ik in gesprek ga met elke editie zo'n vrouw die misschien jij ook wel kunt zijn. Iemand die iets bijzonders doet, die goed in iets is, die iets vets doet of iets in het buitenland heeft bereikt of de wereld verbetert op een bepaalde manier. En morgen heb ik een interview met Eva die bij De Bovengrondse werkt. Een supermooi initiatief waar ze allerlei feministische issues op de kaart zetten. Eerder over Wildplasgate en nu hebben ze bijvoorbeeld een systeem met abortusbuddies opgezet. Omdat er steeds meer protesten vanuit ofwel rechtse of gelovige hoek of andere hoek komen bij abortusklinieken in Nederland. Ja, dat gebeurt ook hier. En niet iedereen zich nog steeds veilig en safe en geborgen voelt om daar naartoe te gaan. In zijn eentje hebben ze nu een systeem waarbij je met een buddy daar naartoe kan. Vind ik echt een prachtig initiatief en daar ga ik haar morgen over interviewen. En dat lees je allemaal in de LINDA.meiden. Dus als jij nog iemand bent of kent die daar ook in moet, heb ik altijd heel veel zin om jullie input te lezen. Goedemorgen. Ik ga even opmaken om naar mijn kantoor te gaan. Waar ik een leuke Q&A ga opnemen in een nieuwe Insta-TV-serie die heet Ask Yara. Wat op zich wel voor zichzelf spreekt, want het betekent dat je alles kan vragen in verschillende topics. Over werk, over body en confidence, over mode, over whatever je vragen over hebt. Beauty, gezondheid, liefde, relaties. Het leek me leuk om daar af en toe gewoon een hele chille klets IGTV over op te nemen. Waarin ik jullie vraag beantwoord. Ik had dus een poll online gezet van stuur je vragen in. Of het heet geen poll, maar zo'n questionnaire uitgezet op Instagram. En toen dacht ik dus dat 0 mensen hadden gereageerd. Ik dacht, oké, mijn Insta-populariteit is voorgoed voorbij. Alle 170k volgers zijn uitgecheckt en hebben er helemaal geen zin meer in. Niemand wil dit. En toen bleek dat ik gewoon niet meer start moest kijken. Ik zat echt van, oké, het kan dat het rustig is. Het kan dat het gewoon geen leuk idee was. Maar 0 mensen die iets vragen of een advies ergens bij nodig hebben, dat geloof ik gewoon niet. Ik zou wel willen weten hoe deze pukkel weggaat. Ook een fijn idee. Minder dan 5 minuten. Naar mijn kantoor. Het is hier best wel grauw. Hoopte op een lekkere zonnige dag, maar dat is hem niet. En we gaan zo, ik denk in deze hoek, een IGTV opnemen over carrière. Ik ben alle vragen aan het downsizen tot, nou ja, hoeveel heb ik er nu? 40 of zo. Maar het moet er natuurlijk echt 20 worden. En dan worden het waarschijnlijk nog 2 video's. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Geen statief bij ons, dus we zijn even zwaar aan de improv. Check dit. Goedemiddag. Leuk idee. Dit is ons nieuw statief. Another really important thing to remember is, if something fails, it doesn't make you a failure. And this, you can just say something and the university has to prove. So that... Heel chill lookje van de dag. Ik had geen zin om hakkaan te doen, dus dit zou er tof vooruit kunnen zien, maar het is wat het is. Ik ben in Café Amsterdam met Stefanie, waar ik ooit wel over verteld heb als de L-collega waar ik altijd om mijn slag ga en die in een kanta rijdt en die net gek is, maar ook life goals voor als je eindelijk volwassen bent. Volwassen? Deze dame. En wij gaan dus een heel leuk meisje interviewen waar ik net over vertelde, die het abortusbuddy systeem heeft opgericht. Daarover later meer in de LINDA.meiden. Ik ben thuis, lekker in een bambi shirt. Het interview was heel erg leuk en inspirerend en tof. En nu ben ik eigenlijk al een uur thuis aan het denken van, ik heb nog zoveel werk. Maar ik wil eigenlijk even koken en iets normaals eten in plaats van bestellen. Maar geen zin om naar de Albert Heijn te gaan. Die cirkel. En nu heb ik nog niks gedaan. Maar wel boodschappen. Dus ik ben spaghetti aan het maken. Gemaakt van kikkererwten. Ik maak een saus bij van tomaat, spinazie, blauwe kaas en wat cashewnoten. En dan ga ik even sporten omdat ik beetje duf in mijn hoofd ben. En als het dan nog lukt om mijn leeswerk voor LINDA.meiden te doen, doe ik dat. En anders sta ik heel vroeg op en dan doe ik dat. Maar soms grijpt het je gewoon naar de keel dat dingen nooit af zijn. Wat je vast herkent, zeker als je ook zelfstandige bent. Dat is altijd een to-do-list langer dan de tijd. En dat is niet een lekker gevoel. Ik zie de hele tijd deze print in de achtergrond van mijn vlog. Hoi. Daar ben ik ook nog steeds zo blij mee. Kijk, hoe kan je hem het best zien? Ja. Pretty. En deze muren met structuurverf. Ook nog steeds mega blij mee. Goedemorgen, ik ben op kantoor en ga aan wat leuke plannen werken en een heleboel LINDA-artikelen lezen waar ik gisteren niet aan toe ben gekomen. Want het nieuwe nummer gaat alweer bijna naar de drukker en die met Anna ligt nog wel een tijd in de winkel hoor, maar we werken best wel ver vooruit. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie van het zomerboek vinden, of je hem al hebt. Laat het me zeker weten. Dit is mijn look of the day. Poenza Schuller top, Reformation broekje, sneakers. Gewoon chill en makkelijk en nog een beetje gezellig. Ik ben bij mijn lieveling Charlotte aangekomen. Mijn kapster, die nooit in beeld wil. Hallo. Bij Vanity. Zoals je ziet is het ook wel nodig. Het fijne is dat ik hier ook gewoon door kan werken, want er is supergoed internet. Dus dat scheelt, want die to-do-listen zijn echt never ending. En ik weet niet, de tijd vliegt gewoon. Ik krijg niks af. Het is vreselijk. Maar goed, ik hoop dat ik hier weer even tot rust kom en lekker wat dingen weg kan werken. We gaan voor de show. Ik ben bij Jordy thuis en we kijken lekker het Spaanse dorp. Super truttig, terwijl we even wat sushi eten. En daarna ga ik weer aan het werk. Oh. Hey babes, goedemorgen. Het is vrijdag en ik ben de dag begonnen met een super toffe coaching. Ik vind het super interessant om mezelf altijd beter te leren kennen en te ontwikkelen. En voor mij werkt dat heel goed in een interactieve vorm. Je kunt natuurlijk ook boeken lezen en podcasts luisteren en dat soort toffe dingen. Ik vind het zelf heel fijn om in gesprek te gaan met iemand, omdat dingen bij mij dan gewoon sneller gaan. En ook omdat ik niet altijd zin heb of tijd maak voor een boek bijvoorbeeld. Dus dat was heel leuk. We gaan heel erg kijken naar wat zijn belangrijke pijlers van je persoonlijkheid. Welke visie en missie komen daaruit voort. Dus wat wil je bereiken, wat wil je toevoegen met het werk dat je doet. Maar het kan ook over relaties of vriendschappen of familie gaan natuurlijk. Wat zijn dan blokkades die je hebt? Dingen die je altijd tegen jezelf zegt of waar je altijd tegenaan loopt die jou niet verder helpen. En vervolgens wat zijn systemen om met die blokkades om te gaan. Ik heb eigenlijk geen zin om te werken op dit moment. Ik heb heel erg zin om met mijn cursusdocument verder te gaan. En dingen in te vullen die ik voor volgende week af moet hebben. En daarmee bezig te zijn. Sowieso zal het weekend best wel veel werk zijn. Dus misschien doe ik dat nu gewoon even. Ga ik even met mijn self-work aan de slag. En dan de rest van het weekend het werk een beetje uitsmeren. Ik moet nog een voorwoord schrijven voor LINDA.meiden, wat toch 800 woorden is en goed in elkaar moet zitten. En daar moet ik echt voor gaan zitten. Ik ben daar echt zeker wel een dag mee bezig altijd. En de boekhouding, ik dacht dat ik het allemaal helemaal goed had gedaan, maar blijkt niet het geval. Top! Dat zijn even twee dringende zaken. En verder wil ik gewoon kijken hoe snel ik die superleuke iPhone-koorden van Parels op de markt kan brengen. Ah, wacht, ik laat ze even zien. Hij hangt gewoon lekker crossbody. En dit is dan de look. Ik heb zelf ook deze kortere parelstrapper aan. Omdat ik het lekker vind om hem zo vast te houden ook. En die maak ik dan ook soms aan mijn sleutels vast. Dan hang ik dat gewoon dus hier aan het hoekje. Pinpas in het hoesje. En dan heb ik alleen dit nodig als ik in het weekend bijvoorbeeld koffie ga drinken of whatever. Dus ik vind het super nice. Ik vind het zo mooi. I like it. Dus dat zweeft in mijn hoofd. Nou, dat is altijd genoeg te doen. Ik denk dat ik gewoon even wat tijd aan mezelf ga besteden vandaag. Mijn huis is echt een mes. Ik wil sporten, ik wil die documenten invullen en dan ga ik morgen wel weer verder werken. Goeie beslissing! Oh, nu al trots op mezelf. Ik ga even wat koken. Ik ben heel blij met mijn korte, superblonde haar. Ik maak spinazie, tomaatjes en tomatensaus en pasta. Maar dan maak ik pasta die van groente is gemaakt. Deze is bijvoorbeeld van rode linzen. Ik heb er ook een die van pulvruchten is gemaakt. Er zit er dan ook geen gluten in. Dus eigenlijk eet je alleen maar groente, maar het smaakt als een lekker pasta gerechtje. Ik heb gekookt. Ik heb wat meeltjes gedaan. En het is nu 5:10 en ik ga nu lekker even naar de gym. Hatsa. Ik heb ook mijn coachingdocument bijna af, dus dat voelt ook goed. Nu ga ik even wat kracht opdoen en misschien ga ik vanavond nog wat werken of in ieder geval morgen. Ik kijk wel even. Maar fijn om even zo'n dag de regie zelf over te nemen. Heerlijk vind ik dat. Oeh, ik heb trouwens allemaal hele leuke nieuwe beauty spulletjes. Eens in de zoveel tijd neem ik bijvoorbeeld een hele batch mee van kantoor. Met allemaal dingen die ik wil testen. En via de Linda redactie komen er wel wat dingetjes bij mij terecht. Dus zal ik even een kleine beauty haul doen. Ik heb een nieuwe handcreme van Grown Alchemist. Oké, dit zijn echt veel producten. En dit is echt mijn tip of the iceberg. Deze vind ik vooral prachtig omdat hij er zo mooi uitziet. In de mooiste oudroze kleur die ik ken. Super, super mooi. En het is in een tube, wat ik altijd heel chic vind. Dan heb ik in de categorie maskers iets heel leuks. Dit is van Coco Star. Dit heet een Sunflower Mask Sheet. En die hebben ze in allerlei uitvoeringen. Ook met kiwi slices en rozenblaadjes. En dat zijn dus allemaal losse pads die je op je gezicht legt. Zo mega leuk. Hier zit dan zonnebloemextract in. Maar die bij kiwi zit dan fruitzuren in, et cetera. Maar dit ziet er zo leuk uit. Stel je voor dat je hele hoofd zo onder de zonnebloem zit. I love it. Van Milou heb ik dit masker waar ook een retinol serum bij zit. Dus het is volgens mij gewoon hun normale sheet mask en dan een serum erbij. Ik ben wel fan van deze maskertjes. Ik vind ze heerlijk in gebruik. Dan heb ik van Lixer Skin een exfoliant met PHA en AHA. Ik zou zeggen, google dat even. Dat kan ik allemaal niet goed uitleggen. Maar het zijn in ieder geval natuurlijke zuren die je huid diep reinigen. Het idee daarvan is dat je huid meer gaat stralen. Een beetje meer plump wordt en zuiverder wordt. Dat zijn allemaal dingen die ik wel zie zitten. De verpakking ziet er zo uit. Gewoon een cute spreetje. Niet super spannend verder. Van Clarins een heel fijn serum. Clarins is een van de merken die ik heel graag gebruik. Naast Shiseido. Caudalie wat ik sinds kort heb ontdekt. Paula's Choice wat ik sinds kort heb ontdekt. Ik heb dit serum niet zelf uitgezocht. Dus ik ben heel benieuwd. Ik gebruik eigenlijk vaker hun dagcreme. Ziet er in ieder geval prachtig uit. Super mooi. Serum voor degene die het niet gebruiken is wat je aanbrengt voor je dagcreme of voor je nachtcreme. Als een soort extra laagje dat vaak een beetje een boost geeft. Dan heb ik van Paula's Choice, een van mijn nieuwe favo's waar ik nu mee aan het experimenteren ben, een antioxidant Pore Purifier met salicylzuur en witte thee. Dit is denk ik een rollertje of een klein stiftje om de poriën te verfijnen. En je huid, als je een specifieke onzuiverheid hebt, even te attacken. Vind ik een fijn reisformaat ook. En tot nu toe vind ik dit een heel fijn merk. Ik zal er later meer over delen. Een Embryolisse. Deze crème heb ik vaak bij Jordy staan. En dit is een hele leuke limited edition New York verpakking. Embryolisse is eigenlijk de klassieker budget topper samen met Skinfood van Weleda, die ik in heel veel kits van make-up artists zie. En dit koop je bij Franse drogisten bijvoorbeeld. En het is een beetje de lokale Nivea, maar dan echt wel een stuk beter. Oh ja, dit is nog zo'n maskertje, maar dan met roze blaadjes. Zo pretty. En dan heb ik een paar testertjes die ik heel leuk vind. Omdat ik het chill vind als ik ergens bijvoorbeeld 2 nachten ben om zoiets kleins mee te nemen. Ik ken dit merk verder niet. Coloniali heet het. Dit merk, ik weet niet hoe ik het uitspreek, Siem. Dit is een under eye cream. Hier heb ik meer over gelezen. Dit is, kom ik wel op beautyblogs veel tegen. Dus daar was ik wel benieuwd naar. Het is heel organic ook. Het is heel eco-vriendelijk. Dus dat vind ik ook interessant. En dit vond ik een super cute bananenmaskertje. Een slaapmasker. Love it. Oh ja, deze niet vergeten, die ook binnen is gekomen van Shiseido en dit heet een Synchro Skin Illuminator. Nou weet ik niet precies wat een illuminator doet, maar volgens deze uitleg is het, geeft het pure radiance aan any skin tone. A touch of light to your life to enhance skin's natural beauty with remarkable fresh shimmer and healthy glow. Top! Ik denk dus dat dit iets is wat je, net als Laura Mercier's primer, waar een glow in zit, voor je make-up of door je make-up heen gebruikt om een glans aan je gezicht te geven. Dus het zit een beetje tussen verzorging en make-up in, denk ik. Oké, tot zover. Ik ga nu naar de gym racen. Als je trouwens vragen hebt over mijn beauty routine of producten die ik tof vind of fijn vind, laat het me even weten in de comments. Lekker met deze peppers. Lekker nog in de sport-BH en het sportzweet zitten wij nu bij een heel leuk restaurant. Fijnkost heet het, dus bij mij in de buurt. Er zijn heel veel nieuwe dingen geopend bij mij. Fijnkost en ik zie daar een Caribisch iets, een bao house. En bij jou in de buurt zijn er geopend, dus we gaan nu elk weekend één ding testen. Nu is Fijnkost aan de beurt, waar je allemaal snacks eet. Wat hebben we besteld? Dimsum of knoflookbroodje, charcuterie, lamsworst. Met zoete aardappel. Lekker. Ja, we hebben super lekker gegeten, maar het hoogtepunt van deze avond is het t-shirt van... Ik weet eigenlijk niet hoe je heet. Barman. Kijk even. We hebben een boterkoekkontje gekregen. Nee. Ah, oh, please. Ik wilde net niet mijn boterkoekje delen. En nu krijg ik niks, maar dit is veel groter stuk. Ja, precies. Dat denk ik wel genoeg voor jou. We hebben gesport. We zijn het eten geweest. En nu hebben we lekker Stranger Things avond met paprika chips, chocoladetruffels. Heerlijk avondje dit. Oh. Zodra de chips is ben ik sowieso wel gelukkig. En iced tea. Maar ik ben ook wel benieuwd of jullie ook helemaal in Stranger Things zitten. Wij zijn nu bij aflevering 4 of zo. Het is wel spannend hoor. Het is echt een en al actie en sensatie. Ik kan gewoon bijna niet aan hoe spannend ik het allemaal vind. We zitten al uren te kijken. We moeten nog 1 aflevering. Maar die duurt nog 1 uur en een kwartier. Het is zo'n intens seizoen. Elke aflevering is gewoon fucking heftig. Hallo. Ik word zo uitgelachen altijd als ik vlog. Ik wilde de vlog even afsluiten. En jullie heel erg bedankt voor het kijken. Doe even een thumbs up als je dat leuk vindt. En vergeet je niet te abonneren. Abonneren! Zou ik leuk vinden. Tot in de volgende. Doei!